raising awareness on matters related to occupational safety and health and minimum wage fixing machinery. Dat is de titel van de tweedaagse workshop die vanmorgen in het CIFES-gebouw van start ging. Deze workshop is door CIFES georganiseerd in samenwerking met de International Labour Organization. De voorzitter van Rafaxur, Robbie Berenstein, zei dat onder andere de veiligheid op de werkvloer fundamenteel is voor Rafaxur. Nu bij het parlement ligt een nieuwe wet, een nieuw concept van een wet welke handelt over occupational safety and health. En het gaat een hele fundamentele verandering zijn vergeleken met de wet van nu. Je moet weten dat binnen de nieuwe wet er aan werkgevers, maar ook aan werknemers, bijzondere verantwoordelijkheden gaan worden toegeschreven. Ja? Je krijgt de verantwoordelijkheid voor veiligheid, safety, gezondheidszaken op de werkvloer, krijg je bij de wet opgelegd. Die wet gaat een fundamentele verandering brengen in het denken over veiligheid op de werkvloer. Jimmy Belfort, directeur van het ministerie van Arbeid, gaf aan dat er hard gewerkt is om diverse wetten aan te passen. Hij noemde onder meer de wet aanpassing op het minimumloon. Er is wetgeving tot stand gekomen met betrekking tot het minimumloon en ook is gewerkt aan het opstellen van nieuwe veiligheidsbepalingen. Je kan wetten tot stand brengen, maar dat wil nog niet zeggen dat er genoeg awareness is in de samenleving om eigenlijk ter volle de beoogde doelen met die wetgeving te behalen. Daarvoor heb je dit soort activiteiten nodig, waarbij awareness gekweekt wordt bij de doelgroep, bij de bedrijfslevenorganisaties en natuurlijk ook bij de overheid om ervoor te zorgen dat de arbeidsverhoudingen welke je beoogt op een goed niveau te houden, dat die dus gewaarborgd blijven. Dat was de directeur van het ministerie van Arbeid, Jimmy Belfort. Hij sprak vanmorgen bij de opening van de workshop Raising Awareness on Matters Related to Occupational Safety and Health. De workshop wordt morgen afgesloten.